Ik heb niet Brit Fab opgezocht. Wow, 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 Brit, hé. Hoe lang hebben jullie dan al? 8 jaar of zo? Ik vind jou ook echt irritant. En jij van mij zo kut. Oh, jullie hebben echt getonkt, hè? Daar zijn we weer. En deze keer is het niet alleen Brit die gênante momenten moet kijken, maar... Ik ben het ook. Dat was de voorwaarde van Brit, dus. Maar ik heb goed nieuws voor jullie, want we gaan weer kijken naar Brit die met iemand gaat tongen. En ook naar mij, ik ga ook met iemand tongen. Ja, dat wel. Maar we beginnen eerst met het ongemakkelijkste interview van mij en Brit ooit. Tenminste, vooral van mij, eigenlijk. Oh, shit. Oh ja, trouwens. Sandro, waarom ben je nog niet geabonneerd? Jij met al die andere mensen die kijken nu en nog niet op de abonneerknop hebben geklikt. Doe het nu. Oké, daar gaan we. Aanschouw dit. Het blijft een probleem. Moet je deur open of dicht? Nou, laat maar hopen wel of dicht. Kan ik niet gewoon weten aan deze kant ja, staan? Ja, ga jij hier zo. Oh. Waarom ben je zo klein? Ja, dat hebben papa en mama gedaan. Maar ik heb het gevoel alsof je ook krimpt. Nou, en mama, misschien groei jij. Wow! Ik heb een kou genoeg in. Hij heeft pantoffels aan. Zo, maar hij is echt kapot groot. Nou, dat deed je echt alsof. Het is 2 meter lopen naar je prullenbak. Zo groot, echt heel verdwaald was ik. Oké, dames en heren. Brit heeft weer getonkt met een meisje. En niet zomaar meisje trouwens. Met Moïse, vriendin. Ik heb helemaal niet getonkt met mijn dat laat ik wel aan de kijker zo. Wat is heel leuk is, zeg maar, voordat deze pandemie er was, kon je nog naar dingen toe. En wij waren een keer bij zo'n ding. Toen hadden we net bekendgemaakt dat wij een relatie hadden. En toen hadden we eens een interview. Dat is echt heel ongemakkelijk. Nee! Dat is heel grappig om te kijken. Is dat op die rode loper? Dat is op de loper. En het staat zelfs op YouTube en ik heb het geliked. Oh. Ik vond deze comment ook grappig. Waarom wordt de titel nooit Brit Scholten openhartig over haar prillen? Kijk, wat ik was met... Ik denk dat Sean daar zo achter met mijn moeder, want we moesten zo... Kijk, dit was dus bij een première van een musical. En dan moet je dus, voordat je naar binnen gaat, over zo'n loper, moet je allemaal interviews doen. En ik was dus net met Brit die relatie, dus toen moesten wij met mensen praten. En Sean en mijn moeder waren mee. Die stonden dus helemaal gewoon zo te wachten, tot wij klaar waren. Sean ziet er wel goed uit, man. Ja, mijn moeder is ook echt knap, hè? Ja, je mama is heel knap. De liefde bij Mama Mia en hier is het. Oh, hij gaat hem gewoon weg. Oké. Hij hoort je dan heel erg. Laat hem. Ja, zeg wel. Hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Jullie helemaal in love. Dan kennen elkaar al. Kijk, hoe dom is het als dan je net een relatie met iemand, dan komt er iemand op de loop en zegt: ja, en dan ben je verliefd. Hoe voelt dat? Wat de fuck zeg je dan? Goed! Voor de mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik heel goed over gevoel en emoties kan praten. Voor mij was het natuurlijk geen probleem. En ik was ook uiterst serieus. Dat is wel wat langer. Ja, we waren gewoon hele goede vrienden altijd. Dus het voelt niet alsof het zeg maar net pas aan is. Hoe lang hebben jullie dan al? 8 jaar of zo? Nee, geloof je. Ik vind jou ook echt irritant. En jij vond mij zo kut. Want ik zei nog voordat we erheen gingen, doe normaal. Ga niks raars doen. En je gaat ook echt zo stuk op jezelf hier. Ja, iemand moet het nog... Ik dacht, ik houd een beetje luchtig. Hij zegt, ja, hoe lang hebben jullie al? Dus ik zei gewoon 8 jaar. Gewoon, nou, dat is wel grappig. Iedereen zegt dat het een grap is, zeg maar. En Brittany was meteen al, die dacht meteen al van, fuck, ik zei het. Maar nu neem jij het over, want je dacht, dit gaat fout. Meestal gebeurt dat ook als je elkaar langer kent, dan zie je elkaar ook wel wat vaker. Nee, dat is niet waar. Nee, als je elkaar heel lang kent, hoef je elkaar niet vaak te zien. Nee, maar dat was wel net je uitleg. Precies. We waren vrienden en daardoor... Nee, maar kijk, luister, want Brit had hier al ervaring mee. Brit die werd constant geïnterviewd op brood. Jouw angst in jouw oog op de Ik kijk echt wat, ik wil hier niet zijn. Nou, Sean, help me. Brit die heeft hier ervaring mee. Tenminste, op dat punt had er veel meer ervaring mee. Want ik was gewoon een domme Instagrammer. Ik maakte gewoon domme filmpjes. Ik heb nog nooit met van die domme vragen hoeven te dealen. Dus ik dacht op dit moment, wat zijn dit voor vragen? Hoe voelt dat? En wat zeg je hier normaal gesproken op? En ja, ik ben hier gewoon politiek niet voor gemaakt. Correct. Ik ben nog steeds niet hiervoor gemaakt. Dit is nog steeds niet mijn ding. Ik hou er gewoon niet van. En wat maakt hem zo leuk? Daar moet ik even over nadenken. Oh, dat weet ik helemaal niet. Ik denk gewoon, ja.
Kijk, iedereen lacht je nu op zo'n. Ja, ze zei het. Ja, leuk. We klikken gewoon heel erg goed. En we hebben altijd gewoon heel gezellig gehad. En ik denk dat als je een relatie hebt, dat je het heel gezellig met je vriend of vriendin moet hebben. En dat hebben wij heel erg. En ik kijk wel heel lief naar jou. Heel knap. Je kijkt niet naar mij. Zeggen, ja. En wat vind jij zo leuk aan Britt? Jeetje. Nou. Oh, nee. Oh, dit is toch. Waarom? Wie vraagt dat nou? Dit doe je alleen maar om iemand te naaien, gewoon. Waarom zou je dit zeggen terwijl iemand naast je staat? Dat is zo. Jij ook. Jeetje. Zo moeilijk. Ja, het is nee. Echt dat was wel een rotvraag. Ik vond hem ook rot. Ja, maar jij kan ik heb, dit. Nee, maar ik jij heb mezelf dit. Tijd gewonnen om te zeggen. Oh, wat we niks. Maar dit is zeg maar de meest lieve en goede persoon, denk ik, die bestaat in de hele wereld. Wow, hé, hey, wat een goed antwoord. Maar vind je dat nog steeds? Of heb je nee. Wel je mening bijgesteld? Ik heb mijn mening bijgesteld. Maar dat zeg ik gewoon, dat voel ik altijd al. Maar dat is gewoon, voor mij is het heel goed. Want ik kan nog wel zo zijn van, hoe, waarom doe je dat? En Britney heeft altijd wel een manier waarop je dan zeg maar iets kan vinden wat dan wel leuk is aan iemand of zo. En dat is gewoon heel chill. Wat een slechte uitleg zeg. Ik kan nog wel zo zijn van, hoe, waarom doe je dat? En dat van, wat betekent dat? Ik snap jij... wat ik bedoel hier, zo, maar als ik het zo van objectief luister, denk ik, wat zegt hij eigenlijk? Wat de fuck? Maar wat jij ook doet, is gewoon een ander stemmetje nog. Oh, waarom doe je dat? Terwijl je jezelf speelt. Waarom? Nee, ik ben helemaal niks. Waarom doe je dat? Maar wat is nu dan het leukste aan mij? Nee, maar dat is op zich nog steeds wel zo. Want als ik kan best wel snel een... Een oordeel? Nee, ik ben super lief. Nee, ik vind jij juist geen oordeel. Nee, ik heb geen oordeel, maar ik bedoel meer een soort van, stel je iets aan. Weet je wel? Ja. Dat. En Britt kan denken van, nou maar kijk, misschien heeft die persoon er wel een goede reden voor. En dan denk ik soms wel van, oké, misschien heb je wel gelijk. Dit was een betere uitleg, ja. Klopt, maar kijk, ik heb nu ervaring. Nee, dat is niet waar. Ik ben nu gewoon als een nerd op mijn zolderkamer films te maken. Ja. Dat kan ik. Ja. Niet dit. Kijk, mensen bij elkaar, ja zeker. Maar wie de fuck heeft hier nou zin in? Dit is voor niemand leuk. Hij vindt het zelf volgens mij ook niet leuk. Hij heeft hier gewoon geen zin in. Oh, maar dat is zo'n schat van een man. Dus ik ben blij dat Boeien. Hij... Ja, maar ik ben blij dat hij me interviewt hoor. Oké, kijk, misschien is hij wel heel aardig, maar waarom stelt hij van die domme vragen dan? Ja, dat weet ik niet. Ik vond hem ook wel aardig, maar... Maar ik vind het gewoon echt heel grappig dat ik had verwacht dat dit interview voor mij heel naar zou zijn. Maar eigenlijk is het voor jou gênanter dan voor mij. Ik vond het op dat moment minder gênant, maar hoe ik eruit kom is wel gênant. We hebben mensen ook over iets over jou gezegd in de reactie. Ik dacht dat het idee was. Fair enough. Als dit uitgaat, wordt dit heel schamend. Ik dacht dat het gay was. Gay was. Mm-hmm. Heeft hij een stiekem vriendje? Hij is toch gay? Ik weet nog wel, toen ik net met jou, maar sowieso dachten heel veel mensen dat ik gay was altijd. Wat ik ook wel snapte op zich toen de tijd, maar toen ik met jou kreeg, dan dachten zelfs mensen dat ik een relatie had met Sean. Dan was hij ging toch met Sean? Nee, jij bent niet gay. Toch? Nee, maar waarom zei je dat op zo'n rare manier? Omdat wij al bijna 3 jaar samen zijn, dus ik hoop in ieder geval... Misschien heb je wel een... Brit. Dat weet niemand. Nou. Behalve ik. En misschien je ex of zo. Ja, boom! Kijk! Hier was jezelf. Kijk. Brit en Mo gaan doen. Nee, ja. Okay. Oh, rechts. Oh, dat is wel goeie dan. Andy zoomt zo en... Wacht even, ik doe een beetje. Oh. Even. Kijk, wij waren dus een keer toen met Kai en Mo naar Yoretta Mar voor een bepaalde reisorganisatie. Die er ook in de suite zijn. Was echt heel leuk. Was leuk en we moesten daar gewoon een soort van domme challenges doen. Op dat moment waren wij nog niet samen, Kai en Mo wel. Ja, we moesten hier dus challenges doen en we gingen inzien van... Wat zegt het nog eens? Ja, ik zeg zoals jij zegt, challenges. Challenges. Nee. Heel vaak moest Britt aan het begin zeggen en dan zei ze challenges. Wij doen nu allemaal challenges. We moesten dus Instagram-foto's van elkaar namaken en Britt en Mo moesten... Ja, die zoenfoto. Die foto nadoen. Maar wie zijn dit? Dit ben ik met Amber. Dus wie hebben dan voor het eerst gezoend? We hebben getoond. Dus dan ga je over mij en Mo praten, maar jij en Amber... Ja, maar kijk, dat maakt niet uit. Wat? Nou, ik zal even laten zien. Het is echt een top video trouwens. Zullen we elkaar aanraken? Dan gaat de tijd lopen en dan worden jullie weer op de korte. Ik ben gewoon hier ook. Ja, wat ben je knap. Oh. 3, 2, 1. Oh. Wat gebeurt er? Steve? Oh. Kom je nou klaar? Oh, nee.
zeggen, maar kom je nou klaar? Oké, ik ging nog één. Amber, ik zo. Nou, ben je nou echt klaar gekomen? Wacht eens, ja. Hebben jullie nog toekomstplannen na deze vestiging? Nou ja, ik bedoel, volgens mij ziet Amber mij ook wel zitten. Het is natuurlijk een hele leuke meid, dus wie weet wat er uitrolt. Ja, ik denk het wel. Nee. Hey, dit is content, hè? Dit is content. En die foto gaan Brit en Mo dus namaken! Hoe zie je normaal? Rechts. Oh, dat is wel goeie dan. Maar volgens mij doen ze dat ook. Ja, ja. Amber die zoomt zo. En... Wacht even, ik doe een beetje iets. Oké, wil je een proeffoto maken? Oh, wow, wow, wow. Jullie hebben echt getonkt, hè? Nee, we hebben niet echt getonkt. Monika, de lach niet in zijn nou. Ja, wel, jullie hebben getonkt. De eerste foto, ik moet zeggen, het is leuk voor de app, maar we willen iets met meer zon. In de zon? Deze? Zon? Ja, ik denk dat dit wel kan. Ja. Ja, normaal. Ja. Bij jou. Ja, maar ik heb geen make-up-doekjes mee. Die gozer die ben er langs. Oh, er zijn twee meiden te tongen. Oké, ga je. Maar we zaten niks te doen. Hé, hey, je bent aan het tongen. Nee. Jullie hebben aangeraakt. Nee. Ja, hoor. Kijk maar op de foto. Zie je? Ja, maar jullie wel per ongeluk aangeraakt. Per ongeluk aangeraakt. Nee. Ik zag het. Nee. Zag het. Nee. Ja. Nee. En je vond het... Nee. Maar we hebben ook een andere foto van Kai die moest namaken. Die was ook heel sexy. Die had alleen maar sexy foto's met chicks. Nee, die hebben jullie uitgekozen. Nee, dat werd ons verteld dat we die moesten doen. Oh, ja. Wow, wow, wow. Brit, hé. Op de strip. Sta jij ook weer in je bikini? Zullen we gewoon een try doen? Ja. Oké. Okay. Dit muziekje! Short. Zit je nou met een halve in je broek? Nee? Oké, dat dacht ik even. Maar, als je dit kijkt en je dacht van, nou, ik vond het wel enigszins... Dan moet je wel abonneren. Op mij. Zeg het. Abonneer op Stefan. Ja, oké. Jij hebt dus ook met haar gespeeld in GTC. Ja. Toch? Maar ik wilde dat opzoeken, maar je kan het nergens vinden. Nergens. Zelfs niet een foto ervan of zo. En toen kwam ik dit nog tegen. Oh, nee. Je kwam dit tegen of je hebt dit opgezocht? Ik heb niet Brit Fab opgezocht. Maar goed, ik heb weer genoten. Dit was leuk. Maar we hebben nu niet jou zien presenteren bij Coco. Nee. Ik vind je daar zo anders dan hier nu. Ja, zoals in dat interview net bijvoorbeeld. Maar dat zeg ik gewoon, dat vond ik altijd al, maar dat is gewoon... Oké, bij 40.000 likes gaan we reageren op mij die presenteert op dingen. Maar goed, ik zweer het je, het is niet heel leuk. Het is niet heel leuk, dus doe niet te veel moeite. Bedankt voor het kijken. Challenges.